zijn op zijn 16e Jumbo Kuik Indoor G zaalvoetbaltoernooi. Fijn een hele hoop bekenden weer te zien. Ja, dat doet altijd goed dat er iemand zal soms 10 uitgaan komen. Maar ook welkom aan alle nieuwe teams. Er wordt vreselijk gelobbyd, zodat er iedere keer weer een aantal nieuwe teams erbij komen. Dit jaar 18 teams die mee gaan doen met een van de grootste zaalvoetbaltoernooien in Zuid-Nederland. Op geen voetbaltoernooi. En zeker indoor. Ik vraag in ieder geval onze voorzitter Otto om een woordje te doen. Kort houden, ik zie jullie allemaal aan het podium te beginnen. En ik wil de mensen van de toernooicommissie even een applausje voor, want die gaan weer jullie. Ik wil ook alvast de scheidsrechters bedanken, want die staan ook voor jullie klaar. Mochten jullie een pijntje krijgen of iets dergelijks, wil ik ook de EHBO bedanken, die staan daar. Robert, dankjewel. Jij neemt over. Ik weet niet of je iets wil zeggen. Ja, ik wil iedereen heel veel succes wensen met dit super toernooi. En wij van de EHBO zijn heel erg trots dat wij dit toernooi mogen sponsoren. Ik hoop dat jullie echt een knaltoernooi van maken. Allemaal jullie best gaan doen, dus zet erop allemaal. Heel veel succes. Joffe, dankjewel. Dankjewel. Jongens, de eerste wedstrijd gaat beginnen. De 16e keer alweer organiseert voetbalvereniging Siol het G-toernooi. Een prachtig indoor toernooi voor de gehandicapte jongeren in onze gemeente en omgeving. En al voor de 7e keer volgens mij wordt dit toernooi gesponsord door de familie Bosmans, de winkel Jumbo. En bij mij heb ik Joppe Bosmans. Joppe, de nieuwe baas van de Jumbo Kuik? Ja, sinds oktober operationeel helemaal verantwoordelijk voor de winkel. Dus pap die is iets aan het afschalen. En, dus ik mag nu lekker al deze dingen gaan doen. Heel leuk. Ja, nou gefeliciteerd daarmee. En gefeliciteerd met het feit dat je nu dus bij het Jumbo G-toernooi mag zijn. Ja, dankjewel. Ja, ik vind het heel leuk. Echt een super toernooi. Iedereen is zo enthousiast. Dus, ik vind het leuk om erbij te zijn. Ja. Ja. Dit toernooi wordt al jaren gesponsord door Jumbo Kuik. Blijft dat voorlopig ook zo? Dat blijft zeker. Ook onder mijn leiding gaan we dit zeker sponsoren. Dus dat komt helemaal goed. Ja? Ja. Is dit belangrijk voor jullie, voor Kuik? Ja, we vinden alles belangrijk wat te maken heeft met sport en voeding. Want we zijn zelf in de familie heel erg veel bezig met een gezonde lifestyle. En we vinden het natuurlijk ook belangrijk dat deze jongeren ook bezig zijn met sport, lifestyle, dat soort dingen. Dus daarom dragen we graag een steentje bij. Ja. Ja. Doe je zelf ook aan sport? Aan voetbal? Nee, helaas niet aan voetbal. Nee. Ik doe aan boksen en fitness. Ja. Maar je kunt dit wel waarderen? Ik kan het zeker waarderen. En als ik mee moet doen, doe ik graag mee hoor. Oké. Ja. Nou, die staat, als er een invaller nodig is, dan roepen ze jou misschien. Ja, dan zou ik wel een paar punten scoren hoor. Nou, dankjewel en heel veel plezier met je eerste Jumbo G-toernooi in Kuik. Dankjewel en tot volgend jaar.
boven op de tribune en ik heb een prachtig overzicht over alle voetballers. Ga jij niet meedoen? Ja, ik ga meedoen. Zometeen? Om 12:30. Ah, dat schiet er lekker op. En waarom bent u hier, meneer? Nou, mijn zoon is keeper bij NEC en ik ben toeschouwer. Aha, en bent u hier al vaker geweest? Ik ben in deze sporthal nog niet vaker geweest, nee. Nee? Maar u heeft al wel vaker het G-toernooi aangemoedigd? Ja, ik wel vaker het G-toernooi aangemoedigd. Ik ben al de diverse wedstrijden geweest van het G-toernooi. Ja. Zonder Eredivisie van NEC. En uw zoon, hoe heet hij? Jede van Steeg. Jede, en die is keeper, zeg je? Hij is keeper, ja. En doet hij dat al lang? Bij NEC is het, hebben ze het jaarlijks een G-team. En elk jaar zijn er andere kinderen die erin mogen spelen. En dit jaar was mijn zoon uitgenodigd. De gelukkige. Ja. Oké, dus u gaat de hele dag lekker aanmoedigen hier. Ik ga de hele dag aanmoedigen, ja. Nou, goed zo. Heel veel plezier. Van NEC? We zijn van NEC, ja. Ja, wij hebben een, zeg maar, een bijzondere eredivisie team, waar elk jaar een team is van 11 personen, die onder het mom van topspeler in aanraking komen met hoe je het beste om kan gaan met je lijf, met je geest, allerlei dingen, om te zorgen dat je wat verbetert. Ja. Dat doen we elk jaar. Dus een mooi samengesteld team wat jullie hebben, dames erbij? Ja, dames erbij, samengesteld team. En we spelen tegen 14 andere betaald voetbalorganisaties in Nederland. AZ, Ajax, Groningen, Emmen, nou ja, een heel rijtje. Superleuk om te doen. Ja. Maar dan is het hier in Kuik ook toch heel mooi, of niet? Superleuk. Ja, superleuk. Voetbal is voetbal. Maakt niet uit waar je voetbalt, hoe je voetbalt. Samen op het veld met een bal, dat is het mooiste wat er is. Echt. Ja, precies. Ja. En hoe is de prognose voor vandaag? Prognose voor vandaag? Nou, we benaderen wedstrijd voor wedstrijd. De meeste trainers zeggen van nou, we doen het wedstrijd voor wedstrijd. En aan het eind van de rit kijken we wel waar we staan. Heel verstandig. Heel verstandig. Ja, ik let ook wel op. En plezier staat voorop. Plezier staat voorop, absoluut. We doen alles plezier en positief coachen. Alles met positief. En ik absoluut. Heb wel eens gehoord, toejuichen is het allerbelangrijkste. Toejuichen, mensen juichen, dat stimuleer je het meeste mee. Precies, helemaal goed. Dankjewel, goede wedstrijden. Ja, dankjewel, oké. Okay. En ik ben even in het hart van de voetbalwedstrijdleiding hierboven. Want hier worden alle uitslagen bijgehouden en dat soort dingen. En bij mij heb ik de heer... Leo Poot. Leo, je bent hier druk bezig, hè? Zeker. Wat doe je allemaal? Nou, ik schrijf teams aan voor deelname aan het toernooi, onder andere. En ik hou hier de uitslagen bij en de standen, dat straks alles met prijzentrekking goed verloopt. Dus je bent een druk bezette baas wat betreft dit Siool G-toernooi? Ja, je doet met liefde en plezier natuurlijk. Want het is natuurlijk geweldig om voor zo'n jongens van het G zo'n toernooi te mogen organiseren. En gelukkig zijn de deelnames, teams, geweldig. En die doen allemaal graag mee, dus het geeft eigenlijk zeer veel voldoening. Ja, en de tijd die iedereen moet douwen, ja, daar staat er niet tegenover. Dat is gewoon, doe je heel graag. Ja. Dus. Ja, want er gaan waarschijnlijk wel heel wat uren in zitten. Nee, het valt er mee. Ik moet een keer een mailtje versturen. En teams doen allemaal graag mee, dus ja, dat is 3 dagen werk. En dan heb je het in principe rond. Oh, dat valt inderdaad mee, ja. Zeker. Ja. Dus dit kun je nog wel een jaar of 30 volhouden of zo? Nou, ja. Het is leuk, maar het is ook een keer leuk om te zeggen van ik geef het over op anderen die erin kunnen gaan vullen. Maar doe je al 16 jaar mee? Nou, 16 jaar niet, maar ik denk toch wel een jaar of 14, denk ik. Ja, het is zo geweldig, ja, dus ja, met liefde en plezier.
Kijk, dat zijn mooie woorden, met liefde en plezier. Wij gaan ervan genieten. Dankjewel. Zeker, hartstikke bedankt. Succes ermee. En voor wie voetbal jij vandaag? Voor de Braak. En gaat het een beetje goed? Ja hoor, dat gaat al goed. Ja? Heb je al goals gezet? Nee, ik niet. Maar hij wel. Hij wel? Heb je al een goal gezet? Wat goed voor jou. Ja. En voetbal je al lang? Nee. Nee? Doe je eigenlijk een andere sport? Nee. Ook niet? Maar ik ben nog niet zo lang bij voetbal. Sorry? Ik ben nog niet zo lang bij voetbal. Nog niet zo lang? Nee. En toch al een goal maken? Ja. Nou, ik vind het knap hoor. Ja. Ja. En hoe lang ben jij al bij het voetbal? 2 jaartjes bij deze club, want ik heb al heel veel clubs gedaan. Ja? Ja. Ja, je bent ook al heel oud, dus je kunt al heel veel clubs hebben gehad, hè? Ja. Ja. Hoe oud ben je nu? Ik ben 11 jaar en ik word bijna 12. Ja. Oh, ze schoppen zo'n man bal tegen mij aan, zeg je? Ja. En onze trainer zegt altijd, als jij ons raakt, dan moet je trakteren. Echt waar? Ja. Oh, nou, op naar de bar dan. Dan gaan we een biertje pakken. Ja. Nee, hè. Doen we niet. Nou, nee. Veel plezier vanmiddag, hè. Ja, dank je. Aan de koffie en we wilden al bijna vertrekken, maar ja, dat kan eigenlijk natuurlijk niet zonder Jimmy even te spreken, hè Jimmy? Zeker, want ik heb zin in vandaag in het Jumbo G-toernooi 2024 van vanavond. Eerst gaan we voetballen, gaan we dansen, weer voetballen, halve finale, dan de echte finale, loodjes trekken en dan de bekers uitreiken. En ik trek vanavond een hele bijzondere trui aan. Ik trek vanavond mijn mooie Bayern München shirt aan. Met 5 gouden sterren van Robert Lewandowski. Is mijn beste goede speler. Die is nu in FC Barcelona. Want hij zit nu niet meer in Bayern München. Niet meer. Die is nu in Barcelona nu. Ja, en dat is jouw gelukstrui van vandaag. Ja, en dat brengt mij geluk in dit toernooi voor vandaag. Ja. Iedereen kan wel eens in de finale komen. Maar soms lukt het wel, maar soms af en toe lukt het niet. Ik zeg altijd, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het komt altijd goed, dus blijf altijd positief en doe je best. Het gaat op rolletjes. En met deze mooie woorden sluiten we af. Dankjewel. Nou, jij ook, Ellie Strik en Piet Vermeulen. Dankjewel voor deze mooie, fantastische video. Duimpje omhoog.
Ja, en dat is het dan. De hele middag nog genieten van het 16e Jumbo G-toernooi hier in de Laco in Kuik. En zoals altijd is het weer een mooie sportieve middag met veel ploegen, veel teams, veel publiek, veel gejuich, veel goals natuurlijk. Kortom, een prachtige dag.